Mektebe, de ideale plek voor je betrouwbare islamitische producten. Boeken in het Nederlands, Engels en nog veel meer. Ook voor je horloges kun je daar wezen. Wees snel, mektebe.nl. Deze video is mede mogelijk gemaakt door islamitsekleding.nl. De beste online webshop met islamitische kleding voor zowel mannen en vrouwen. Bekijk snel onze website. Ah, dan zit je hier. En zo zetten wij altijd de overleden broeders en zusters klaar na de wassing. En dan halen we de familieleden op en dan kunnen ze rustig afscheid nemen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beste broeders en zusters, jullie kijken weer naar een gloednieuwe video van Allah is One. En normaal zijn we heel lachend, heel gezellig, heel spontaan. Maar vandaag gaan we bij iets pittigs eigenlijk bespreken met onze geliefde broeder Murad van Uitvaarzorg El Firdaus. En jullie kunnen hem ook kennen van Stichting Najiba. En ja, Swipe, wordt een pittige onderwerp. Het is maar pittig, man. Het voelt meer ijskoud aan, man. Kom dan hier. Die garage. Wanneer die uitvaartbussen zo komt en die doden worden hier naar binnen gebracht, subhanallah. Die brandkaart gaat naar boven. Niemand kan je helpen, subhanallah. Subhanallah, we gaan naar binnen, we gaan jullie laten zien. We moesten nog wachten op Murad. Daar is hij. Kijk hem daar. Ziet. Doe maar. Is goed, man. Allahumma barik. Oh, patroon. Alaykum salam. Als goed van rechts beginnen, Zo, ik kom. Geer. Heb je lang om ons te wachten, Ola? Valt van mee, man. Veel van mee. Het is het wachten waard, zo. Een intro. Moet leuk zijn, toch? Ja, welkom bij Stichting Najiba. Dit is het nieuwe gebouw van Stichting Najiba. Daarnaast El Firdaus, uitvaartzorg. Ik was eigenlijk met Stichting Najiba bezig. Maar ik was gebeld door jullie, toch? Vandaag hadden we een belangrijke afspraak. En ik zou zeggen, welkom. Maar geloof ik. Bismillah. Ja, tot dan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beste volgers van Allah is One. Allah is One, mashallah. Welkom. Nogmaals, welkom bij onze uitvaartzorg. Jullie hebben gevraagd of jullie hier, inshallah, een filmpje kunnen maken voor de kijkers die jullie volgen. Barakalofikum, ik waardeer het zeer. Ik ben zeer trots op jullie ook, want jullie zijn van jonge leeftijden, mashallah. En ik kan zeggen dat broeders van jullie leeftijden meestal met andere dingen bezig zijn. Proberen geld snel te verdienen om dure auto's te kopen of dure kledingen. Je kent het wel, dat mokro-mafia gedoe. Daar zijn tegenwoordig veel jongeren mee bezig nu. Maar alhamdulillah, ik ben blij om de andere kant te zien van jonge broeders. Die toch een andere draai aangeven. En daar moeten jullie zeker door mee gaan. En dan mogen Allah jullie daarvoor beschermen en jullie rijkelijk belonen. Want dit is wat wij natuurlijk willen bereiken. Wij willen jongeren bereiken die het goede verkondigen. Zoals de professor Alisson met me heeft gezegd. Help elkaar, verkondig het goede en verbied het slechte. En dit is wat jullie met da'wah doen, alhamdulillah. En daarom heb ik jullie verwelkomd om hier te komen. Om een filmpje te maken met mij, alhamdulillah. Want vandaag gaan we, inshallah, proberen hoe het natuurlijk in het echt gaat bij ons. Wanneer een overledene, toevallig, subhanallah, we waren net met de voorbereidingen bezig. En ja, we spraken over de dood. En zo zie je maar, subhanallah, dat tijdens ook dit gesprek die wij voeren, dat er een melding binnenkomt. Hier, ja, zie je, melding van overlijden. Op dit moment wordt er iemand opgehaald. Die overleden is inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En wij gaan door, inshallah. Wat ik al zei, wij gaan zoveel mogelijk jullie het gevoel geven hoe het straks natuurlijk gaat. Ja. Kijk, het gevoel zal nooit precies hetzelfde zijn wanneer je natuurlijk komt te overlijden. Maar we gaan het proberen, we gaan het de broeders, de zusters, de mensen thuis geven hoe het hier aan toe gaat, inshallah. Hadden jullie nog vragen?
Nee, maar ik denk gewoon gelijk beginnen. Gelijk beginnen. Wat was de eerste indruk toen jullie hier binnenkwamen? Want normaal gaan jullie naar andere plekken waar het aangenaam is, toch? Ja, een pakje koffie, een taartje erbij. Vandaag is het toch wat anders. Hallo, ik ook in de intro zei. Wij doen altijd onze intro heel gezellig. Gezellig. Heel veel lachen, gezellige interviews, gezellige podcastjes. Maar toen ik hier binnenkwam, ik zit te bibberen, het is hier koud. De koeling is daar, er zitten zelfs nu twee mensen daar. Waarvan ik weet niet of ik het mag zeggen. Waarvan, kijk, wat daar in de koeling zit, brengen wij nooit naar buiten. Maar er is één erge geval. Er is één erge geval daar binnen. En hoe ik dat had gehoord. Ik moet tegen mezelf vechten nu op dit moment. En het verbaast me niks dat ik straks, wanneer ik misschien zelfs de koeling in ga of swipe of iets, dat ik misschien zelfs een traan ga laten, subhanallah. Want hoe ik hier binnenkom, het is een hele, rare vibe, subhanallah. Je ziet hier vast tafel. Ja, ik ben heel zenuwachtig, man. Ja, ik ben echt zenuwachtig. Subhanallah. Ja, want ik zag het ook toen jullie binnenkwamen, zat jullie echt om jullie heen te kijken. Van wat gebeurt hier allemaal, begrijp je? Ja. Maar ja, dit hoort erbij, broeder. Dit hoort bij het leven. Dit is het tussenstation waar het hier naam was. Ja. Heb je dat ooit bij stilgestaan? Dit is een tussenstation. Ja, hier wordt alles gedaan. Hè? Hier word je klaargemaakt om naar jouw Heer te gaan. Om jouw Heer te bezoeken. Dus hier wordt het allemaal gedaan, subhanallah. Dus dit is een tussenstation. Onthoud dit goed. Wij zijn diegene die het lichaam klaar moeten maken, ja, om de eigenaar, ja, terug, of de overledene terug te sturen naar de eigenaar. En wie is de eigenaar? Allah. En hier gebeurt het allemaal, ook de wastafel, hier gebeuren de wassingen. En dan gaat hij de kist in, natuurlijk ingewikkeld in Kevin, en dan gaat hij de kist in. Dat zijn de voorbereidingen die dan worden gedaan. En dan in de tussentijd gaat hij de koeling in. En dan wacht hij op zijn datum, op zijn dag, dat hij naar een grote verhuizing gaat. Verhuizing. En dat is een verhuizing naar het hiernamaals. Dat is namelijk het graf. Dat is namelijk het graf. En dit staat ons allemaal te wachten. Dit staat ons allemaal te wachten. Allah's bestemming. Amen. Wie gaat er naar binnen? Ik wil gewoon. Wil jij naar binnen gaan? Ik geef swipe. Swipe mag van mij. Ja, dat is met name. Oh, salam alaikum. Hij is helemaal klaar. De wassing is goed gegaan. Alhamdulillah. En we hebben hem in de afscheidkamer gezet. Je kan afscheid nemen van je vriend. Wat dan? Ik kan naar binnen gaan. Ja, dat zit hier. En zo zetten wij altijd de overleden broeders en zusters klaar na de wassing. En dan halen we de familieleden op en dan kunnen ze rustig afscheid nemen. Safwan. Zal het zijn, hè? Subhanallah, stel je voor dat dit echt zou zijn. Ja, subhanallah. Alhamdulillah is het niet echt. Kan ik mijn vriend zo even nog eigenlijk behouden? Ik lach wel, maar eigenlijk moest ik net bijna huilen, maar ik houd het in me. Subhanallah, hij is er nog, ik ben daar blij mee, maar het is eigenlijk zo'n rauwe sfeer, zo'n sfeer die je niet wilt hebben. En dan word je geroepen door de vassen en dan zie je vriend, of je moeder, of je vader hier liggen. Of misschien lig jij hier zelf. En jij kan niks doen, jij wilt tegen hun praten, je wilt ze troosten, je moeder valt hier denk ik gewoon flauw, je vader valt flauw, je vrouw of je kinderen. Wat moet ik doen? Ik kan niks doen, ik lig of hier of ik lig daar, ik wil diegene helpen, maar het kan niet. En stel, wat je kan doen is dua voor hem. Je kan enig wat je dua. En uiteindelijk, degene die hier ligt, die heeft duizenden rappers gesteund, duizenden vieze video's bekeken, duizenden video's doorgestuurd, haram zaken gedaan. En wallah, geen een van die mensen die jou die dag bro noemde, of niffo, of die komt je hier helpen. Geen één, never, kan niet. Je zit hier alleen, je wordt zo de koeling ingezet. Het is klaar, Safi. Jij, je daden, meer niet. Broeder. Subhanallah. Subhanallah. Hoe voel heb jij nu zo? Onbeschrijfelijk, man. Ja, dat dit ooit gaat gebeuren. Zal het dan gebeuren. Dit zal iedereen
een dag gebeuren. Jong, oud, rijk, arm, koning, president, wat je ook jezelf mag noemen, maar je stelt niks meer voor in de kist. Hoe voelt dat om in zo'n cavern te liggen in een kist? Ja. Wat voel je wel niet, is de vraag. Je voelt van alles. Ik denk nu aan al die dingen wat ik ooit in mijn leven heb gedaan, subhanallah. Al die zondes, al die... Het liefst zou ik nu alles eruit willen huilen. Ik ben geen huiler, ik hou niet snel, subhanallah. Maar is niet normaal, man. Flashbacks. Flashbacks achter flashback achter flashback. Subhanallah. Je had eerst een ruime bed. Je zat in ruimtes, discotheek, ruïne waar je al die zones liggen. Hier. Dat was gewoon een houten kleine kist. Wat hij ook net zei, hij zei: broeder, moeten we echt hier de hele dag in liggen, want ik heb nu al pijn. Ja, hij zei van: broeder, Murat, kan je niet van schouder verwisselen? Want weet je toch, het is nu al pijn, het is krap. Je gaat niks kunnen veranderen. Hoelo, je zit hier. Weet je wat het oké is? Subhanallah. Ik denk nu van dat je doodgaat en je graf zit lebbes. Niks aan de hand. Laat staan. Laat staan als je die twee engelen ziet monkaroon een keer. En jij die drie vragen krijgt. Mijn rabbok, mijn deenok, mijn nabiyok. En je kan daar niet op antwoorden. Ik weet het niet. Of ik heb alleen van hem gehoord. Subhanallah. Mensen, ga niet denken. Heel veel mensen zeggen, ik kan makkelijk die vragen beantwoorden. Geloof mij, die ruimte hoe je daar zit in het moment. Mens die zegt, ik ga het makkelijk zeggen. Of mens die zegt, ja, ik kan alles aan. Er zijn maar drie vragen, ik ben zo binnen in het paradijs. Je gaat niks kunnen. Al het feit dat je het zo zegt, ga je aan niks kunnen. De sahaba's. Mensen die met de profeet hebben gezeten, met de profeet hebben geleefd, en met de profeet hebben gegeten, en met de profeet hebben gebeden. En die hoorden de dood. Sommigen vielen zelfs flauw. En jij met een bepaalde denkwijze van... Zo zeggen ze het, letterlijk zo. Tzz, makkelijk. Die tzz nog erbij, die maakt hem helemaal af. Allah mee gaat hem kunnen beantwoorden, al die drie vragen. Als je met zo'n mindset de graf ingaat? Sterker nog, wij worden uitgescholden als we dit soort video's maken. Omdat ze niet herinnerd willen worden naar dood. Ze willen niet horen. Ja. Ze willen niet horen. Als we kijken naar Surat Noah, wat de mensen daar deden. Als op het begin van de Sora staat er dat hun oren dicht drukten en hun kleding over hun heen zetten. Ze willen niks horen. Ze willen helemaal niks horen. Uqsimu billah, ook de woord wat de profeet alayhi salallahu alayhi heeft gezegd. Dat niemand Jannah zal treden vanwege zijn a'mal. En de sahaba zeiden, zelfs jij niet, zelfs de profeet alayhi salallahu alayhi salam niet. De beste van de schepsels zal niet vanwege zijn daden Jannah intreden. Behalve de rahma van Allah subhanahu wa ta'ala. Zelfs de profeet, wie zijn wij? Als we ons gaan vergelijken met de sahaba. Wij zijn hun bacteriën niet eens waard. Wallah, wij zijn hun bacteriën niet eens waard. Laat staan wat er achterna komt. Of wat er voor is gekomen, de profeet Ali salatu wassalam. Subhanallah, bij mij zelfs, ik ben gewoon heel eerlijk daarin, ik schaam me daar niet voor. Bij mij zelfs op school. Dag 1 dat ik was begonnen met swipe met deze kanaal, met deze YouTube kanaal om daar wat te verrichten. Er zijn bepaalde mensen die mij steeds naroepen. En die schreeuwen, inshallah, Allahumma barik, alhamdulillah. Maar waarom doen ze dat dan? Om jou ze te pesten? Ze proberen mij zeg maar te pesten of mij gewoon na te roepen. Ze denken van, wat jij doet is YouTube kanaal, dit, dat. Ja, luister. Met andere woorden, ze spotten met jou. Ze proberen met mij te spotten. Maar mag ik nu iets tegen jullie zeggen? Als jullie met jullie vragen naar mij willen komen, ondanks hoe vaak jullie mij hebben uitgescholden, mij belachelijk hebben gemaakt... Kom met jullie vragen. Zo'n persoon ben ik. En daarvoor doe ik het. Ik doe het niet voor de oog. Ik doe het voor jullie. Want ik weet uiteindelijk, ik heb zijn hadith, dat de profeet huilde om ons. Waarom huilde hij om ons?
We zouden het gebed gaan verwaarlozen. En we zouden hier komen te liggen. En de profeet weet het. Hij weet wat ons te wachten staat. Wij weten helemaal niks. Wij denken we weten veel. Maar je weet niks. De profeet huilde om ons. De profeet mocht de paradijs in. Mag de paradijs in. Het is klaar. Hij mag de paradijs in. Hij betreedt de paradijs. Hij kijkt om zich heen. En ik praat niet over een villa. Ik praat over paradijs. Subhanallah, de paradijs. Hij kijkt om zich heen. Hij komt weer naar buiten. Hij huilde voor ons. En hij sujeet voor ons. Hij doet dua. En Allah zegt, oh profeet, ga maar naar binnen. Het is klaar. En de profeet Muhammad sallallahu alaihi wasallam komt weer naar buiten voor ons. Ewa, blijf maar lachen. Blijf maar uitgaan. Blijf maar belachelijk maken. Daar kom je heel ver mee. Dankjewel. Ja, man. Dag. Zelfde meegemaakt. Ik zeg, broeders. Ga zo door waar jullie mee bezig zijn. Ja, op het pad van Allah subhanahu wa ta'ala. Want daar zijn jullie mee bezig. Da'wa doen. Om jullie natuurlijk om de jongeren aan te sporen in het goede. En natuurlijk het slechte te verbieden. Ik zou zeggen, ga door hiermee. En subhanallah, je ziet zelf waar je nu ligt. Alhamdulillah, je leeft nog. Het is maar een toneel wat we nu doen. Maar deze toneel kan straks echt in de werkelijkheid kan het gewoon gebeuren, inshallah. En dit is gewoon een waarschuwing en een reminder naar ons allemaal. Ook naar jullie toe, naar jullie vrienden. En ik zou zeggen, stop met het spotten van het geloof en zeker van de broeders. Die natuurlijk alleen maar het beste voor jou willen. Ze willen jou zien natuurlijk in het paradijs en niet in de hel of vuur. En dat is waar de broeders zich nu mee bezighouden om jou te behoeden van de hel of vuur. Omdat ze jou het paradijs gunnen. Dat is het enige wat ze willen. Ze doen dit niet voor de likes of voor bekendheid. Absoluut niet. De broeders willen alleen maar één kant duwen doen omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En ik zou zeggen, steun hun hier ook in. Ik zou zeggen, doe dua voor deze broeders, want dat heeft ze hard nodig. En ik hoop, inshallah, dat de broeders, vooral de jongeren hier, zeker wakker worden geschud. We zullen geen deksel erop zetten, want je moet natuurlijk ook kunnen luchten. Kijk, dit is een broeder, mashallah, die het nu voordoet. En dit staat ons allemaal te wachten. Begrijp je? Ben je er klaar voor? Want hij heeft ook aangegeven, subhanallah, dat hij echt de koeling in wil gaan. Ja. Tot nu toe is nog nooit nooit iemand zo ver geweest. Maar hij wil dat nu natuurlijk zelf, omdat hij dat wil ervaren. Het is allemaal goed. Het is allemaal goed. En natuurlijk moeten we weten. Kijk, er liggen daar nu echte mensen, die het wel overleden zijn. In dat leven in BNR. Deze mensen, die zitten daar nu echt. Die zijn overleden, begrijp je? En wij laten nu zien hoe het voelt om daarbij te liggen, inshallah. We gaan beginnen. Bismillah. Gaat goed, broeder? Ja, gaat goed, man. Ja, hoe voelt het? Allah. Want jij filmt nu ook even mee, zodat de mensen de echte beelden kunnen zien straks. Tussendoor, toch? Het is echt onbeschrijfelijk, man. Ja. We gaan beginnen dan. Ik lach misschien wel uit spanning, maar wat er binnen speelt is niet normaal. Ja, klopt. Wat is dat voor hoe je dan zo kijkt? Spannend. Ik ga van die kant naar de rug gaan, ja? Dan kan ik hem erin doen. Illallah. Kijk, subhanallah, mensen. Illallah. Ja, dit staat ons allemaal op een dag te wachten. En je ziet het. Het is donker, het is grauw en het ergste is koud, subhanallah. Je loopt helemaal te bibberen, subhanallah. En subhanallah, we moeten wel doorhebben dat familieleden daar nu gewoon staan te huilen. Ze kunnen jou niet meer helpen. Het is gewoon klaar. Normaal ben je met een lift gewend om naar huis te gaan. Kijk. Het is de moment van de waarheid. Gewoon twee mensen waar we. Subhanallah, ook die geuren.
Die geur is onbeschrijfelijk. Ik heb nog nooit zoiets geroken in mijn hele leven. Subhanallah. Stel je voor, subhanallah, dat je zo, subhanallah, dat je hier helemaal alleen zit. Niemand om je heen. Hoe is het dan, broer? Wallah, broeder. Is het koud? Het is koud, man. Subhanallah. Het is onbeschrijfelijk, wallah. Nee, wat ik wil zeggen. Wat zou je mee willen nemen? Je brommer. Je geld, je doekoe, je telefoon. Er valt helemaal niks mee te nemen. Huh? Er valt helemaal niks mee. Stel je voor, als je nu echt dood was, wat was jouw wens nu? Dat ik sowieso de shahada had genomen voor iets afsterven. Mm-hmm. Als we kijken naar wat er voor gebeurt, waarvan het laatste wat de la ilaha illallah zullen zijn, ja, is paradijs beloofd. Ja, inshallah, mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons behoeden. En de shahada kunnen we laten uitspreken. Maar de vraag is, wat is jouw wens nu? Nu maak je het nu mee in het echt. Ja, hier liggen twee overledenen naast jou. Twee buren naast jou. Maar wat gaat er nu door je heen? Wat is jouw wens? Wat zou jij nu graag terug willen? Als je opnieuw kon doen, als je weer terug kon gaan naar het wereldse leven. Want dit is ook wat de mensen nu denken, subhanallah. Ja, letterlijk alles wat ik fout zou hebben gedaan, dat ik tot opnieuw kon doen. Ja. En het veel beter kon aanpakken. Je zou het veel beter aanpakken. Ik zou wensen om de ergste dingen mee te maken. Of zou ik overal gesneden worden gepijnigd om alles. Mm-hmm. Gewoon dat ik dan zo erg gemarteld zou worden, zodat ik Jannatul Firdaus zou krijgen. En wat zou je de jongeren willen adviseren die niet bidden? Die met muziek bezig zijn, die met drugs bezig zijn. Wat zou je deze broeders nu willen adviseren? Nu op dit moment. Je ligt in een koeling, je ligt onder een kever en je ligt in een kist. Wat zou je deze broeders adviseren? Wallahi mensen, als we kijken naar de vers kullu nafsi dha'iqatul maut, elke ziel zal de dood proeven. Ik heb hem misschien nu niet geproefd, maar dat gevoel al, subhanallah, het is de waarheid. We verdrinken in dunya, maar we vergeten de waarheid, subhanallah, de dood. Subhanallah, subhanallah. Mensen denken dat ze nog jarenlang te leven hebben, terwijl het elke seconde kan gebeuren, subhanallah. Wallah, kijk waar ik in zit. Wie had nou verwacht? Ik hoorde dit gisteren dat we hier zouden heen gaan. Wie had nu verwacht dat ik in deze kist zou zitten, subhanallah. En wat ik altijd een nare geluid vind van deze hele koeling, is de geluid, subhanallah. Heb je daarbij stilgestaan, de geluid van de koeling? Ja, man. Die tik. Van een molen, dat is die molen die draait. Geen rechale, broeder. Ga je niet te lang laten, we halen je weer eruit. Ik wil zoveel zeggen, ken je die? Ik wil heel veel zeggen, maar subhanallah, ik kan het niet. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik wil zoveel mensen nasiha geven, maar ik zit nu ook gewoon, weet toch, in gevecht met mezelf. Je weet gewoon niet wat je moet zeggen, je loopt gewoon vast. Je loopt gewoon vast. Subhanallah. Is niet normaal, man. Echt niet normaal. Echt. Subhanallah. Wat wil je tegen de mensen zeggen ook? Mensen, waar zijn we mee bezig? Hey, wat wil je ook tegen de mensen zeggen? Keer terug, nu het nog kan. Ja, wallah, keer terug. Ja. Hey, nu kan het nog. Mensen zien dingen, ze willen niks horen. Je zegt tegen iemand, itakila, wat itakila? Wat vrees Allah? Wat dit, wat? Bemoei met je eigen zaken. Wallah, bemoei. Subhanallah. Nu heb je nog mensen die tegen jou zeggen, kijk uit. Yom al-Qiyama, ga je zien. Wallah, je gaat nog zien. Naar mezelf en naar de rest. Wat wil je tegen de mensen zeggen? Allah. Wat wil je tegen de mensen zeggen? Die altijd zeggen, ieder zijn eigen graf, ieder zijn eigen dood. Ieder zijn eigen graf, ze zeggen...
Leef en laat leven, jek. Leef, leef en laat leven. Ewa, leef maar. Leef maar als je dit ziet, leef maar. Nu kan ik nog uit die kist lopen, subhanallah. Nu kan ik er nog uit lopen. Er zal een dag komen dat ik er niet meer uitkom. La ilaha illallah. Oké, okay, beste broeders, dit is het einde. Ik hoop dat jullie goed hebben ervaren. En natuurlijk een reminder is, daar gaat het om. En dan jullie kijken ze natuurlijk ook thuis. Dat dit natuurlijk een reminder is. Maar dat het ook natuurlijk een waarschuwing is naar ons allen. Zoals ik al zei toen net, deze afgelopen 2 weken hebben we veel jongeren gehad. De laatste jongen, 23 jaar, in zijn slaap overleden. 2 dagen terug de bekende Free Fighter. Ook in zijn slaap overleden, 35 jaar, rahimallah. Vorige week was het een meisje van 18 jaar. Oh, allemaal in de bloei van hun leven, begrijp je? Dit zijn allemaal dingen die wij meemaken. En dit zijn allemaal dingen die ik natuurlijk graag naar buiten wil brengen. Om natuurlijk de jongeren te waarschuwen hiervoor. Als eerste naar mezelf en natuurlijk naar de jongeren toe. Want dit zijn dingen die wij dagelijks meemaken. En ik zou zeggen tot de volgende onderwerp, inshallah. Dat hebben we al besproken. Dan zullen we inshallah de wassing, wat we vandaag hebben een gedeelte laten zien hoe het hier gaat. Na de wassing na. De volgende keer gaat een van jullie op de tafel liggen. En dan gaan we hem de rituele wassing geven volgens de sunnah, hoe het hoort, inshallah. Dus bij deze keer, volgende keer, zijn jullie uitgenodigd om de wassing te laten zien naar de mensen toe, inshallah. Jazakallahu khairan. Ja, dan sta ik weer met die lachje van me. Vooral uit spanning, man. Oh, ik heb, zeg maar, hoe ik die microfoon vasthoud, ik tril gewoon niet. Nee, net ook. De koeling toen je naar binnen werd geschoven, gewoon helemaal trillen. Helemaal, vraag aan Murad zegt het zelf. Oh. Subhanallah, ik wil hun echt veel zeggen gewoon. Ik wil hun veel nasiha geven, hoe wij het altijd in onze video's doen. Maar je komt niet uit je woord. Maar ik wil wat zeggen, maar subhanallah, ik weet niet hoe ik het moet overbrengen. En keer op keer wanneer ik iets wil zeggen, reflecteer ik het naar mezelf. Je denkt aan jezelf, subhanallah. Dan denk ik van, dan ben ik te veel bezig in mijn hoofd, met mezelf. Zoveel dat ik niet eens meer iets kan zeggen tegen de kijkers gewoon. Ik weet niet of het door het licht komt, maar je bent echt bleek geworden, man. Ik was daar naar binnen gegaan. Ik was gewoon bleek geworden. Ik had het zelfs nog gefilmd. Ik weet niet, man. Die geur dat je gewoon ruikt. Gewoon. En dat is misschien het minst ergens gewoon het geur. En ook die tik die je steeds hoort. En die... Wat ruik je dan? Ik weet niet, het is zo verdorven graag, gewoon. Ja, ik wil het zo graag uitleggen, maar ik kan het geen zelf je moet het zelf ruiken. We moeten zelf hier komen en in die koelie gaan zitten. Ja, weet je hoe dat komt ook? Dat komt ook omdat ik jou zei, daar ligt iemand in die al maanden overleden is. Dus begrijp je? Dus vandaar dat je dat ook ruikt. Dus geen inshallah, maar deze geur is niet aangenaam wat jullie net... Zeker niet. Maar die geur geeft een extra bevestiging, subhanallah. Dat dit mooie lichaam van ons niks voorstelt, subhanallah. Nee, nee. De enige wat voorstelt zijn jouw daden. Ga maar botox doen. Mensen, je krijgt je lichaam, is anana. Vrouwen die hun wenkbrauwen epileren. Mannen die... Van alles. Echt, ik heb... Neus. Ik weet niet, ik kan niet praten, subhanallah. We kennen het, jullie weten waar we over praten. Genoeg mensen. Zie je die gekke dingen die in je lichaam... Het is allemaal rotte daar zo. Het is allemaal rotte. Je hebt er niks aan. En iemand die dat allemaal heeft veranderd, hoe moet diegene dan er wel uitzien op de dag dat diegene dood gaat en het gaat gewoon rotten? Hoe moet dat... Subhanallah. Willen jullie dat? Allah houdt van jou hoe je bent. Allah heeft je zo geschapen om een reden. Ja. Waarom zou jij dan iets... Het staat gewoon zwart op wit dat Allah van je houdt om hoe je gewoon nu bent. En niet om die gekke wenkbrauwen, om die gekke dikke lippen, in je borsten, je billen, van alles, hashek. Je hebt er niks aan. Allah houdt van je hoe hij heeft geschapen. Dat zegt hij niet voor niks. Dat zijn de woorden van Allah. Dat is niet de woorden van Henk. Dat is ook niet mijn woorden. Dat zijn de woorden van Allah. Je hebt helemaal niks aan het feit om dingen te gaan veranderen aan jezelf. Wat, we jongens, als je hier komt te liggen, deze kist, zijn die jongens niet met je. Ja. Wat ik wil zeggen, kijk, subhanallah, deze mensen die hun lichaam aan het veranderen zijn,
Dat zijn niet alleen maar vrouwen, maar ook mannen tegenwoordig. Die zijn ook niet tevreden met hun lichaam of tanden of weet ik wat. Kijk, alleen wil ik tegen deze mensen zeggen, subhanallah. In het graf, wanneer je komt te overlijden, zullen de maden jouw lichaam ook veranderen. Zal jouw lichaam ook veranderd worden. Jouw lichaam zal een eetfestijn worden voor de maden. Die gaan jouw lichaam helemaal opvreten, subhanallah. Dus ik zou zeggen, pas op waar je mee bezig bent. En vrees Allah subhanahu wa ta'ala. Hier willen we bij afsluiten. Want we kunnen hier uren over praten. Ik zie het aan jullie. Ja. Jullie kunnen hier zeker weken over gaan praten, inshallah. Maar ik ben alleen blij dat jullie dit hebben ervaren. En ook omdat jullie nog zo jong zijn, alhamdulillah. Om dit over te brengen aan de andere jongeren. Allah, ik ben zeer trots op jullie. En ga zo door, inshallah. Want dit hebben de jongeren nodig. En nu horen ze het van hun leeftijdgenoten, subhanallah. Ja, barakallahu fikum. En tot de volgende keer bij de wassing. Inshallah, assalamu alaikum. Wa alaikum, assalamu alaikum.